Donderdag. Welkom bij deze nieuwe weekendvlog, jongens en meisjes. Ik begin iets eerder dan normaal. Puur omdat ik vandaag naar school toe moet en we daarna na school lekker naar de Subway gaan. Dan gaan we daar lekker een broodje eten en dan gaan we naar huis. Chantal en ik, hebben gisteren iets heel leuks gedaan. Als je de vorige vlog hebt gezien, ga het even kijken, want dan weet je waar ik het over heb. Vandaag hebben wij hetzelfde shirtje aan. We gaan vandaag compleet hetzelfde, lichtblauwe broek. Hetzelfde shirtje. Ik zou mijn roze schoenen aandoen, maar die zitten dus in de was. Dus het worden mijn zwarte Nikes. We hebben hetzelfde mobiele hoesje. En natuurlijk dit shirt waar ik het net over had. Link in bio, swipe up. Ik kwam dat shirt tegen bij de... waar kwam ik hem tegen? Bij de New Yorker. En ik dacht, die moet ik wel echt hebben. Dus die heb ik meegenomen. En hij zit heel erg lekker. Hij is lekker oversized. Het is donderdag, dus wat ik net zei. Ik moet naar school toe. Ik ga mijn make-up doen. En dan ben ik op zich helemaal klaar. En dan gaan we naar school. Oké, dit is echt recordtijd. Het is 14 minuten over. Over 7. En mijn make-up is klaar. Ik ben er 10 over 7 mee begonnen. Gewoon in 4 minuten. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ik heb geen foundation op. Ik heb concealer onder mijn ogen gedaan. En hier bij mijn neus. En op wat plekjes op mijn gezicht. Toen heb ik een highlighter gedaan. Toen een blush erover. Toen heb ik mijn wenkbrauwen gekleurd. En toen heb ik een oogschaduw. Zowel boven mijn ooglid als onder gedaan. Als eyeliner eigenlijk gedaan. Wenkbrauwen. And that's it. I'm done. Super snelle. Dit heb ik eigenlijk ook altijd op naar stage. Ik heb geen hele full face. Gisteren had ik wel een full face, als je de vorige video hebt gezien. Maar vandaag even niet. We hebben school, we doen toen niet zo heel veel. Dus ja. En dan zometeen nog een leuke lipkleur op. Even kijken. Ik heb een leuke matte lipsticks gehaald bij Primark. 4 in een heel klein verpakkingje. Ook echt tasjesformaat. Dus super fijn. Dus die ga ik zo op doen. En dan gaan we naar school. Ik ga eerst koffie drinken. Daarna ga ik naar school. Goed, ik ben helemaal klaar nu. De tas is helemaal ingepakt. Zoals je kan zien, laat ik vrijwel altijd mijn kamer echt compleet netjes achter als ik naar school toe ga of naar mijn werk toe ga. Mijn bureau is gewoon helemaal clean. Mijn bed is helemaal opgemaakt. De sloffen zijn netjes op de plek. Verder alles is gewoon helemaal netjes. Dat wil ik even meedelen. Ik ga koffie drinken. Er zijn twee verschillende manieren waarop ik 's ochtends koffie wil maken. Of ik zit in Senseo, of ik gebruik lekker de waterkoker met kant-en-klare koffie in een zakje. En ik moet zeggen, daar ga ik vandaag ook voor. Ik ga hem opwarmen. We hebben bij de Action, ik weet niet of jullie ook grote koffiedrinkers zijn, maar als je koffiedrinker bent met melk en suiker, dan raad ik je dit heel erg aan. Dit is namelijk een koffiezakje, Nescafé Original, 3-in-1. Er zit melk, suiker en koffie al in. Dus het is gewoon ideaal. Je gooit dit gewoon eventjes in een glas of beker, heet water erbij en je bent gewoon helemaal klaar. Ik vind dit echt ideaal. Ik moet zo trouwens nog wel mijn tanden poetsen, maar ik kon mijn tandenborstel niet vinden. Volgens mij staat hij hier. Ja, hij staat hier beneden. Oh, snel koffie drinken, jongens. En dan ga ik er ook gelijk vandoor. Ik heb trouwens, dat is misschien wel heel erg lachen. Mochten jullie je afvragen wat voor lipkleur ik op heb. Dat is ook wel weg. Ik heb deze lipkleur op. En dit is 223 van de Action. En dit is een Carousel Love Lipgloss en Eau de Parfum. Dit is namelijk de lipgloss die ik op heb. Maar dit is dus een luchtje. Het is super chill. Ik ga jullie laten zien. Hier zit de lipgloss in. En aan de andere kant. Oh nee, mijn camera is leeg. Ik kan jullie niet eens meenemen. Even snel. En hier zit een roller voor de parfum. Dus die kan je zo opdoen. Dat was het. Ik ga koffie en spullen pakken en naar school. En ik zie jullie vanmiddag, want de camera is leeg. Doei!
Goed, I know dat ik heb gezegd dat de camera leeg was. Hij is ook nog steeds leeg, daarom ga ik het snel doen. Ik ben bij mijn opa en oma voor de deur. Ik ga de kat eten geven. De kat staat hier al. Kom! Oh, jongens, wat een dag. Chantal is vandaag weer mee naar mijn huis gegaan. Want zij, de haar, die zag toch heel veel van de eigen plukken. Dus dat heb ik vandaag even bijgeverfd met nog een laag kastanje. Het ziet er nu echt heel erg leuk uit. Ik ben heel erg blij mee. We zijn bij de Subway geweest. Daar hebben we een heerlijke lunch gehaald. Een American steak. Hallo, lieve kijkers. Het is vrijdag. Mijn oma is vandaag jarig. En ik heb vandaag gewerkt. Ik ben thuis. Maar ik lig heel even in mijn bed. Omdat het vanavond waarschijnlijk ook heel laat gaat worden. En ik om 5 uur op was vandaag. Dus ik lig heel even lekker te rusten. Maar ik schrik net heel erg. En ik heb van die schrik zelfs even lopen huilen. Ik ga nu bijna weer. Ik weet niet hoe lang jullie deze video's opvolgen. Maar ik heb een behoorlijke tijd terug een gesprek gehad over de series die Robin Zomer maakte. Over zijn vader die leidde aan de ziekte kanker. Hij is toen bestraald. Geld opgehaald, weet ik het allemaal. En de waardes waren hartstikke laag. Maar nu wil ik jullie dit even laten zien. We kunnen zeggen dat het heeft geholpen, want PSA-waarde is 0,1 toen geworden. Dus dat is echt supergoed nieuws. Zo blij, jongen. Dat is echt niet normaal dat het in één keer is omgedraaid en er nu nog wel een soort van hoop is. Ja, ik durfde toen ook eigenlijk niet aan je te vragen. Nee, klopt. Wat was het? 0,1 is echt heel goed, toch? Dat is echt heel erg laag. Ik vertelde ook dat we het best wel lastig vonden om heel erg blij te zijn, omdat je weet nooit of die waardes laag blijven en of het goed blijft gaan. Het kan zijn dat ze ook weer omhoog gaan. Ja, het kan nu na die bestraling misschien goed zijn, maar over een aantal maanden kan het misschien toch weer terugkomen, zeg maar. Oh, ja. Dus het was op dat moment nog heel erg onzeker en ja, we hadden toch nog wel allemaal een soort van dubbel gevoel erbij. Ja, dat was dus de eerste uitslag en Robin was er super blij mee en ik natuurlijk ook voor hem en voor zijn familie. Het is nu 1 jaar later en het is weer terug. Nou, ik hang net de telefoon op mijn vader en ik hoefde niet te vertellen of het goed of slecht nieuws was. Op een andere plek. Dus terug. En daar schrik ik best heel erg van. Ik had het niet verwacht. Ik heb alles gevolgd wat betreft zijn vader. En dit is heel erg schrikken. Ik had het echt niet verwacht. Ik had al zeker niet verwacht dat dit in één keer weer heel veel impact zou hebben op mij. Ik leef zo met Robin mee. Ik vind het zo erg. Ik weet hoe het is. Mijn opa, die is, of tenminste mijn overgrootopa, die is overleden aan kanker. En zo zijn er nog wel veel meer dingen. Er zijn mensen in de familie die hebben het gehad. Ik vind het niet makkelijk. Ik schrik hier heel erg van en het grijpt me ook echt wel heel erg aan. Maar ja. Ik wilde dit ook gewoon met jullie delen voor de mensen die het langer kijken en die ook weten wie Robin is en dat Robin deze video's heeft gemaakt. Het is heftig. Wil je de hele video nu zien? Check dan even het linkje in de beschrijving. Ik zet deze in de top link, zodat jullie de video kunnen kijken als jullie hem willen zien. Dus ja, dat ben ik wel eventjes bij aangegrepen. Dat heeft me echt even aangegrepen. Ik ga nog heel even een half uurtje liggen en daarna ga ik me omkleden voor mijn oma haar verjaardag. En dan gaan we naar de verjaardag toe. Goed, ik ben helemaal ready. Ik ben omgekleed. Ik heb een nieuw kledingsetje aan en I love it. Ik vind het zo gaaf.
Ik heb allereerst dit shirtje. Het is vrijdag, maar er staat zaterdag op. Saturday. Maar, kijk. Dit is de broek. Ik vind hem super, super leuk. Hij is heel high-waisted. Hij valt echt heel erg hoog. Ik vind hem zo vet. Het zit echt heel erg lekker. Gewoon lekker chill, maar toch wel heel erg modieus. Ik heb een beetje gematchte kleur lipstick op. Ik heb verder gewoon lekker make-up een beetje bijgewerkt. En that's it. Ik ben er heel erg blij mee. Ik heb dit hoesje op mijn telefoon gedaan met veertjes. Ik had vanmorgen mijn donkerblauwe om, maar ik heb even deze gedaan. En ik heb natuurlijk nog steeds onze grote vriend Brooklyn als achtergrond. En het is trouwens bijna 7 uur. Ik ben helemaal ready. Mijn spulletjes zijn gepakt. Die staan daar op tafel. Ik ga naar mijn oma en ik ga het cadeautje geven. Ik ben heel erg benieuwd wat ze ervan vindt. Ze weet niet dat we vanmorgenavond uit eten gaan. Dat ga ik haar morgen vertellen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Misschien dat ik wel al ga zeggen dat we iets gaan doen morgen. Maar wat, dat ziet ze sowieso morgen. Goed. Ik moet heel zachtjes doen, want daar ligt Jesse te slapen. Het is bijna 1:30. Super, super gezellig. Ik ga me omkleden en dan ga ik lekker slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend. Waar is Kees? Kijk. Daar is hij. Oh, goedemorgen Kees. En dat je opa. Kijk, goed, ik ben inmiddels klaar. We zijn lekker allemaal wakker en aangekleed. Jesse is gedoucht. Ik ben gedoucht. Ik heb de make-up op zich vrijwel hetzelfde als gisteren gedaan. Ik heb alleen lekker geen foundation op vandaag. Gewoon lekker normaal. Ik heb een rolschaal oogschaduw. Voor de rest lipkleur hetzelfde. Trui van New Yorker. Een nieuwe truitje met de tekst. Ik weet niet of je hem kan zien. Maar er staat offline op. Ik laat hem straks even beter zien. Ha? Ja? Tuurlijk. Kijk eens. Ga maar vloggen. Zeg maar hallo. 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 Dag vlog. Ik ben mijn schoen aan het aantrekken, vlog. Mijn schoen zat niet goed vast. Oh. Ga maar kletsen, ga maar zeggen tegen de vlog. Laat maar zien, maar jij bent er. Kijk! Twee handen vasthouden. Zo. Zo vasthouden. Oh Jesse. Goed vasthouden. Zeg maar, hallo! Hallo! Hoe gaat het met jullie? Met Jesse. Ja, met Jesse. Kijk. Hallo. Nee, twee handen. Gaan we lopen? Dat mag wel. Jesse, nog eens. Nu draaien. Kijk, klap je hem in. Ga je zo lopen. Lopen maar, hou vast. En lopen. Twee handen. Goed vasthouden, graag. Kijk, opa. Ja, mooi hè? Wow. Ja. Kamer hè? Kom, nee. Oh. Hallo. Gemaakt. Kijk. Hier. Niet duwen tegen de spiegel. Kom hier, hou me vast. Waar heb je je tas kijken, kind? Ja, dat is waar. We moeten een nieuwe luier pakken. Kom. Nee, waar heb je je tas kijken? Want die doekjes die ik heb ze uitgedroogd. Ik ga het kijken. Ik ga het ook kijken. Goed. Twee dingen te vertellen. 1. Toen ik nog een nachtje bij mijn opa en oma slaap. En 2. Is dat mijn oma en ik lekker uit eten zijn geweest. Super lekker, het was hartstikke gezellig. Het is allemaal hartstikke goed gegaan, het was leuk. En het was echt helemaal top iets. En nu, ik weet niet eens hoe laat het is trouwens. Die vloer loopt niet goed die daar hangt. Het is 9:15.
Ik ga het slapen. Ik ben heel erg moe. Ik ben de hele dag eigenlijk al mega, mega moe. Dus ik vind het wel bedtijd. Ik ga me omkleden en ik ga lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen. Of niet. Denk het wel. Denk morgenochtend nog even voor, jongens. Ik ben zo moe. Ik hoop dat ik lekker uit kan slapen. Want vanmorgen was het best vroeg. Eerst natuurlijk 3 uur met Jesse. En vervolgens was hij er natuurlijk 6:30 uit. Dus echt heel erg lang heb ik niet geslapen. Aangezien ik normaal natuurlijk wel sowieso 8 à 9 uurtjes slaap. Maar nu niet. Dus ik ga hier lekker slapen. En ik zie jullie morgenochtend. Slaap lekker. Goedemorgen. Jongens. Het is nu voor mij zondag. Wat betekent de laatste dag van het weekend? Ik heb een behoorlijk druk weekend gehad. Dat dan wel weer. Maar wel een leuk weekend. Ik ben behoorlijk moe. Nog steeds heel erg moe. Ik heb echt letterlijk klokje rond geslapen. Ik ben om 8:45. Nee, 8:45 ben ik naar mijn bed gegaan gisteravond. Best wel vroeg voor een zaterdag. Maar ik was echt kapot. En ik stond om 9:45 op. Dus ik heb eigenlijk meer dan 12 uur geslapen. Maar ik denk dat ik het even nodig had. Ik was heel moe, dus why not? Ik kan uitslapen, dus waarom niet? Ik heb dus lekker uitgeslapen. Ik ben nu wakker. Ik heb me net even lekker gewast. Ik ga lekker geen make-up opdoen vandaag. Geen zin in. Ik heb mijn offline shirt aan, die ik gisteren ook aan had. Want ik had verder geen kleding hier liggen, dus why not? Ik heb het gisteravond aan me ingespoten, dus het stinkt niet of zo. En dat zag er allemaal netjes uit, want ik had mijn gele trui eroverheen gedaan. Dus je hebt hem eigenlijk helemaal niet gezien. Mijn offline shirt, deze komt trouwens ook van New Yorker. Een zwarte broek heb ik aan, ik heb witte sokjes aan. En ik ga zo naar beneden om te eten, want dat heb ik dus nog niet gedaan. Dat moet ik nog gaan doen. Het zonnetje breekt aardig door, moet ik zeggen. Er komt wel een zonnetje door de wolken. Oh, ik twijfel alleen nog een beetje of ik moet gaan knutselen vandaag of niet. Natuurlijk heb ik er zin in. Ik vind het hartstikke leuk om het te gaan doen. Maar, weet je. Ik ben zo moe en ik heb een beetje last van mijn buik weer. Omdat ik de afgelopen paar dagen niet echt regelmatig ben geweest naar het toilet, helaas. Dus ik twijfel een beetje of ik dat wel van nu moet gaan doen. Aan de ene kant heb ik er wel zin in. Aan de andere kant heb ik maar echt van... Ik heb geen zin om de hele dag aan zo'n tafeltje te zitten frunniken en te doen. Ik heb gewoon zin om lekker een hangdag te houden vandaag. En lekker niks te doen. Dus ik twijfel nog een beetje. Natuurlijk is het niet verplicht. En we gaan er vaak echt nog wel vaker knutselen. Maar nu heb ik eigenlijk niet zo zin. En mijn moeder zat, en mijn oma zat trouwens ook van, ja, maar het is toch leuk en bla bla. Ik zeg ja, maar eigenlijk had ik vandaag een dagdienst ingepland op mijn stage. Dat hoeft nu niet meer omdat ik alleen maar door de week mag. Maar als dat niet was veranderd, had ik er sowieso niet bij geweest. Want dan had ik vandaag gewerkt. Dus ja, ik kijk even hoe wat. Gisteravond voelde ik me ook niet zo heel erg lekker. Ik was heel erg verkouden. Maar dat is nu... aardig weg. Dus ik ga ontbijten. Ik ga mijn dingetjes doen. En dan ga ik nog even nadenken wat ik wil gaan doen eigenlijk. Ik heb trouwens wel mijn achtergrond veranderd gisteren. En deze vond ik super leuk. Ik kom deze tegen. Ik moet alleen even mijn letters donkerder maken. Dat ga ik gelijk even doen. Mijn klok zie ik nu dus helemaal niet. Ik zit echt met het licht en van oh. Dus ja jongens, ik twijfel een beetje of ik wel of niet moet gaan. De zon die komt nu echt, echt door. Wel lekker hoor. Dat de zon. Gisteren was ook geen zon, dus vond ik wel jammer. Maar nu wel. Ik klink nog een beetje schoor en hees omdat ik net wakker ben. Ja, net. Nou ja, ik ben 20 minuutjes wakker, dus why not? Ik ga naar beneden. Ik ga ontbijten. Ik heb niet zo heel veel honger. Ik heb gisteravond ontzettend veel gegeten. Ik heb eigenlijk niet gefilmd, want... Het was echt een momentje voor ons tweetjes en het was gewoon heel gezellig. En ik wilde niet lastig vallen met camera's en zo, daar had ik geen zin in. Maar het was wel echt heel erg leuk. Ik heb heerlijk gegeten. Ik heb een gratis, omdat ik een bepaald menu had, heb ik een gratis drankje gekregen.
is nou niet echt het lekkerste drankje die ik ooit heb gedronken, maar hij was wel oké. Dus daar was ik wel blij mee. En het was voornamelijk gewoon heel gezellig. En dat is natuurlijk ook het belangrijkste. Dus ja, ik ga eten. Ik heb niet zo'n honger, maar ik ga wel eten. Goed, ik ben zo goed als klaar. Ik heb toch besloten om lekker te gaan knutselen. En dan gewoon vanavond een beetje op tijd terug naar huis. Om dan mijn spulletjes te pakken en nog even lekker te rusten. Het is 10:50, bijna. We gaan nu weg. Ik heb alles gedaan en gepakt en ik ben helemaal ready. Wat ik trouwens vandaag aan heb is gewoon... Oh, dat zei ik voor overmorgen volgens mij al. Gewoon een dubbele trui, broek, shirtje, sokken, alles. We gaan. Ik ga lekker hobbyen daar. Ik ga verder ook niet meer filmen, dus ik eindig de vlog gelijk hier. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe weekvlog. Doeg! Mwah.